Geboren op 16 augustus 1934 in Amsterdam, groeide op in een a-religieus Joods milieu en ontkwam via 18 onderduikadressen aan de Duitse bezetter. Maakte na de oorlog rap zijn HBSB af en studeerde politieke wetenschappen. 9 jaar gemeenteraadslid van Amsterdam voor de Partij van de Arbeid en 16 jaar lid van de Tweede Kamer. Trachtte in 1977 een kabinet met CDA, PvdA en D66 in elkaar te timmeren, maar kreeg de hamer op zijn duim. Schreef zijn pijn weg in het dagboek van een onderhandelaar. Later nog minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet van 8. Is getrouwd met PvdA Tweede Kamerlid Evelien Herfkens. Zijn grootvader was diamantbewerker, zijn vader textielhandelaar. Mijn naam is Ed van Tijn. Ik ben burgemeester van Amsterdam. Nee, bent u Amsterdammer? Ja, dat is jouw Ed. Nou ja. Ed van Tijn, kent u die? Ed van Tijn? Ed van Tijn. Ik ken ik niet. Nee? Ken ik niet. Nieuwe burgemeester van Amsterdam. Oh, is hij pas burgemeester? Nou, zo eens kijken wat hij doet. Voor mij zit nu de 6e naoorlogse burgemeester, Amsterdamse burgemeester. Je bent nu bijna 3 maanden in functie. Bevalt het op de nieuwe stoel? Ja hoor. Ik ben begonnen op het moment dat bijna iedereen is opgehouden. Namelijk het begin van de vakantieperiode. Dus ik heb alle gelegenheid gehad om overal eens kennis te maken. Je bent er niet moedeloos van geworden? Want nee, integendeel. Integendeel. Het greep me naar de keel toen ik voor de beslissing stond of ik het moest doen, ja of nee. Het is ook een onvoorstelbaar grote overgang naar de landspolitiek. Maar ik zie het wel zitten. Wat waren nou de overwegingen dat je dat inderdaad heel lang over gedaan om die beslissing te nemen? Nou, in de eerste plaats, dat parlement betekende wel wat voor me. Als je ergens heel lang zit en je houdt van je werk, dan laat je dat niet makkelijk los. Wat dat betreft ben ik ook wel een beetje conservatief. Je loopt in een ritme en dat bevalt je. En daar stap je moeilijk uit. En in de tweede plaats, iedereen zei het is zo een ongelooflijk zware klus die je te wachten staat. Dat stootte me eerlijk gezegd niet zo af. Dat trok me wel aan. Ik zeg niet dat ik even 1, 2, 3 alles kan veranderen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ik geloof toch wel dat ik een bijdrage kan leveren tot een oplossing. Ja. Dat ik de mensen erbij kan betrekken. Want een gemeentebestuur kan het natuurlijk niet alleen. En je bent ook minister van Binnenlandse Zaken geweest. Ja. Toen zat je eigenlijk aan de andere kant van het bureau, hè, als het ware. Je moest al die burgemeesters maar aanhoren enzovoorts. Nu ben je burgemeester van Amsterdam. Ja. Heb je daar nog baat bij, dat je die achtergrond hebt? Ja, erg veel baat. In welk opzicht? Heel erg veel baat. Ik ben ingeschoten op de problematiek. B, ik ken de weg. En C, ik benader de Amsterdamse problematiek ook iets relativerender dan ik anders misschien gedaan zou hebben. Je bent als Amsterdammer licht geneigd om te denken dat de hele wereld om Amsterdam draait. Ik ben net genoeg minister geweest en zeker lang genoeg parlementariër om te weten dat Amsterdam er niet alleen op de wereld is. Ed van Tijn, ken je die? Ja. Wie is dat? Van de VVD, fractieleider. Hij heeft ook een boek geschreven en het is eentje van politiek of zo. Oh, ja. Maar dat is jullie nieuwe burgemeester, hè? Oh ja, verrek. Ja, dat is mijn vriend. Is je vriend? Is waar. Want hij koopt altijd bij me in de stal. Oh. Hij komt altijd bij me kopen. Hier geboren, waar was dat? Nummer 47, 1 hoog. Ja. Ik ben er nog nooit geweest, weet je dat? Nee? Maar ik ben er honderden keren langsgelopen met mijn moeder. En elke keer weer opnieuw zei ze, kijk, hier ben je geboren. Ja, kijk. Dus dat... Hoe lang is het nou geleden dat je hier geboren bent? Volgens mij hier op de kop af 49 jaar, hè? Dag, mevrouw. Ik ben de nieuwe burgemeester. Dat klopt. Ja. Ja, dit is mijn geboortehuis. Oh, wat toevallig. Je woont hier nog maar kort? Ja, we zijn hier aan het verbouwen. Ja? Wanneer bent u hier binnengetrokken? Een maandje geleden. Een maandje geleden, ja. Ik ben hier nog nooit binnen geweest. Dus, nou, het is een puinhoop, maar dat geeft niet. Ja?
Ja, tuurlijk. Ja? Oké, dan lopen we even naar boven. Ja, kijk uit. Ja. Het is de eerste keer dat ik over deze trap loop. Van in 1934 kon ik nog niet lopen. Ik zou hier mijn wieg staan hebben. Is dit het kamertje waar je deel het begin van je jeugd doorgenomen? Nou, dat zou ik me niet levendig kunnen herinneren. Maar het zou kunnen. Als ik me in de positie van mijn ouders verplaats, dan zou ik hier het kind neergezet hebben. Denk ik dus. Als je dit nou ziet. Dat plafond moet ik dus goed kennen. Ik zal wel veel op mijn rug gelegen hebben. Ja, na een jaar zijn mijn ouders al naar de Hunzenstraat verhuisd. Dat is dus hier. Daar herinner ik me al iets meer van. Voor zover je iets kunt herinneren van je kleuterjaren. Ja. En wat ik me vooral herinner, dat was, hoe raar het ook klinkt, want ik was natuurlijk heel klein, de meidagen van 1940. Omdat er toen een bominslag is geweest in Lekstraat. In hetzelfde blok. Hier in deze buurt, dat was in de oorlog. Ja, niet alleen in deze buurt, in hetzelfde blok. Ja. En daar zijn mijn ouders toen zo ontzettend van geschrokken. Want ja, het was iets heel nieuws, een bominslag. Dat ze toen hals over kop naar Bussum zijn verhuisd. En toen heb ik een tweetal jaren in Bussum gewoond. Ja. Maar toen zijn we weer teruggekomen in Amsterdam. En dat was misschien kunnen we daar nu nog, dat is die pal bij, toen kwamen we terecht in de Verstraat. In de Verstraat heb je toen gewoond? Ja. Ah, ja. 1942... kwamen we dus terug in Amsterdam. Toen kwam ik hier te wonen. Dat is een oom die mijn vader, mijn moeder en mij gastvrijheid bood. En we hebben hier een aantal maanden gewoond tot ver in 1943, in mei 1943. En toen werd plotseling op een avond de straat afgezet. Ja. De overvalwagens verschenen, de laarzen marcheerden. En de bonk op de deur, die kwam. En dat was het begin van een wat minder prettige periode. Nou, daar zullen we niet al te ver diep op ingaan. Nee, liever niet. Had je ooit gedacht dat je nog eens burgemeester van Amsterdam zou worden? Nee, geen haar op mijn hoofd. Nee. Zeker niet in die tijd natuurlijk. Mijn jongensdromen gingen een hele andere kant op. Hoe zag jouw standbeeld eruit toen? Nou, ik herinner me nog dat toen ik hier woonde op ditzelfde adres... ik ervan droomde om zo'n middeleeuwse ridder op een paard te worden met zo'n harnas aan en zo'n grote speer in je hand. Dat was mijn, dat was mijn toekomstideaal. Ja, nou, we zijn wat moderner gekleed tegenwoordig. Je hebt geen paard ook? Nee, geen paard. Nee. Maar wel de ridder worden, hè? Van Amsterdam dan. Voor veel mensen. Ja. Nou, zo sprookjesachtig is de functie ook niet. Maar het staat gewoon ver af van de jongensdroom. Ja. Even een andere vraag. Zullen we even een pilsje gaan drinken? Nou, goed idee. Ja. Allerlaatst. Ja, dat ook. Ja. Heerlijk. Mag ik jou, dit is gewoon even gezellig samen met je vrouw op de drinken. Dan moet je nog even een jaartje liggen. Dankjewel. Een rood wijntje moet je uitpakken. Oh, prima. Dat is voor de volgende verjaardag. Nou, voor de rest mag iedereen rustig door blijven praten. Als ik mijn mond erover heb. Oh, heerlijk. Oh, het stof zit er nog op. Heerlijk. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! 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 Oh, wat zijn we blij. Niet omdat die jaren is, maar om de zaak bereikt. Prima teksten. Kijk, de stemming zit er gelijk.
Je hebt dus een keer gezegd, een democratische overheid mag zich nimmer door geweld laten intimideren. Ja. Dat klopt, hè? Daartegen zal ik mij met hand en tand verzetten. Ja. Dat houdt een wezen in, uiteindelijk, dat kan betekenen dat je die stelling, als je die stelling vast wil houden, dat je je dus met hand en tand moet verzetten. Nee, dat klopt. Maar dus met geweld, eventueel. Dat klopt. Maar dat is ook vanuit onze democratische rechtsstaat een hele logische gedachtegang. De overheid heeft het monopolie van geweld. En de vanzelfsprekendheid waarmee men zich tegenwoordig tegen politieoptreden verzet, dat is nu juist in strijd met de normale regels van de rechtsstaat. Het moest niet nodig zijn. Nou, en het tweede punt is dat er wordt in toenemende mate ook gedreigd, hè, naar de overheid. Van, als je dat en dat doet, dan zullen wij ons massaal verzetten. Of dan barricaderen we het pand dat jullie willen ontruimen. Of dan nemen we represailles door met stenen te gooien. Nou, dat zijn vormen van geweldsdreiging en geweldstoepassing die groepen uit de bevolking niet past. Waar liggen nou jouw sympathieën ten opzichte van die kraakbeweging? Ja, daar heb ik een paar zinnen voor nodig. De eerste zin is deze, dat de kraakbeweging in het verleden een nuttige functie heeft vervuld. Leegstaande gebouwen, de overheid niet bij machten om daar een nuttige functie voor te bedenken. Dat zullen we zelf wel eens even oplossen. Nou, dat heeft een fantastische signaalfunctie gehad. Met allerlei positieve gevolgen, ook van de kant van het gemeentebestuur. Maar het is op een paar manieren ontspoord. Door panden te barricaderen, door van tevoren ook aan te kondigen dat men verzet zal plegen. Door represailles uit te voeren als een ontruiming eenmaal heeft plaatsgevonden. Met stenen door ruiten van kantoorgebouwen. Dat allemaal vanuit de filosofie dat als we maar zoveel mogelijk geweld in stelling brengen tegen de overheid en dat van tevoren aankondigen, dan zal die overheid zich wel driemaal bedenken voordat ze ons uit dit of dat pand zal zetten. Nou, dat vind ik ook onacceptabel. Eigen richting is van niemand te accepteren. Ook niet van de kraakbeweging, niet van knokploegen, niet van speculanten, niet van huisbazen, maar ook niet van de kraakbeweging. Wanneer wordt kraken dan wel geaccepteerd? Neem nou Weijers. Weijers is een groot gebouwencomplex. Het is een zeer groot gebouw. Er zitten een groot aantal krakers die allemaal werkprojecten hebben ontwikkeld. Die zeggen, nou, dat is een prima plek in deze stad om dat te doen. Ik zeg, nou, het is een prima idee, maar het is geen prima plek. Want die plek is niet van de gemeente. De eigenaar heeft er andere plannen mee. En dat heeft de gemeente dan te respecteren, zo zijn de verhoudingen. Maar dat idee is goed, laten we het ergens anders doen. Laten we het toepassen op een terrein wat wel van de gemeente is. Dan hoeft er niks gekraakt te worden, dus misschien wat minder leuk. Maar het gaat toch om het idee. De nieuwe burgemeester van Amsterdam. Wat zal hij nou het eerst moeten aanpakken? Geef hem eens een tip. Nou, ik zou niet willen. Ik dacht dat het eigenlijk voor hem net zo'n moeilijke zaak is om daar nou op een moment een antwoord over te kunnen geven. Ik denk dat hij, als hij orde op zaken wil stellen, hè, dat hij nou eerst alles aan moet breken hierom. Hè, en opnieuw op moet bouwen. Weet je begrijp je? Nou, aangezien we gezend hebben, weet je begrijp je, zal hij wel in sleur door moeten blijven zudderen, weet je begrijp je. Dus hij blijft met de rotte gaat opgeschreven. Politie strenger laten optreden. Ja? Ja. Voelen jullie je dan onveilig? Ja, hier zeker, ja. Zeker in deze buurt. Als tip had ik hem mee willen geven om Weijers te laten en daar geen holiday in te zetten. Maar ja, dat heeft hij al anders besloten. Hè? Ik denk dat hij een hele goede had gemaakt als hij dat had gedaan. Je hebt er geen burgemeester nodig in Amsterdam? Oh, oké. Hoewel door en door bekend met de problematiek van zijn geboortestad, wil Ed van Tijn niet alleen van achter zijn bureau de stad besturen, maar zoekt hij regelmatig contact met de man in de straat, zoals hier bij zijn kennismakingsbezoek aan de Spaarndammer buurt. Ja, ik heb er al vissers laten winnen. 17 of 18 van een 3,5 ons gehad. Oh ja? Ja. Zomaar voor de deur? Ja, hier valt voor op. Het is een klein stukje kas. Dus je bent er niks meer te doen? Nee. Alleen binnen draaien. Ja. Alleen binnen draaien, hè. Verder niet.
Zo het water, zo eetbaar. Hoor. Eet ons maar, eet wij maar. Het water is schoon. Mooi brand, ja. Kun je zien? Kan je ze nog zien ook? Ja, laat me eens. Klopt. Ja. Bij zijn bezoeken heeft hij niet alleen oog en oor voor de vaak schrijnende zorgen van Amsterdam, maar toont hij ook zijn warme aandacht voor de alledaagse leefwereld van de Mokumer. Ja, ja. We wonen hier nu zo'n beetje 28. Ja, wij 28, maar ik dus langer. Dus ik weet dus hoe het geweest is en het nu is. He? Dus dat is dus, ja, het is prachtig. Het is echt waar. Hou het zo. Het is ook wel lekker iets. We wandelen door, hè? Ja, natuurlijk. Tot ziens. Onbekommerd en ontspannen vervolgt de kersverse burgervader zijn weg. Maar het is duidelijk dat zijn voetstappen nauwgezet worden gadegeslagen en beschermd door de sterke arm der wet. Dat had u al gehoord. Dat hoorde ik. Ik ben de wijkagent, Ome Piet, zeggen ze ook wel. Ome Piet. En ik had al om u verzocht. Ja, maar... want ik wilde u een beetje bescherming geven, maar het is niet nodig. Ja, maar nu allemaal lieve mensen. Goed, goed. Ja. Nou, dat was het dan. U bent nu bezig met wat ze noemen een kennismakingsronde. Hè? Ja. Doet u dat nu alleen omdat u nu net burgemeester bent geworden, of gaat u dat straks in de toekomst er ook wat meer doen? Nou, kennismaking doe je vooral als je net burgemeester bent geworden. Ja. Maar ik ben wel van plan om die contacten met buurten, bezoeken aan buurt, de hele Amstelperiode vol te houden. Daar mag ik me aan houden. Daar mag u zich aan houden? Niet drie per week, maar toch elke maand tenminste één buurt. Ja. Ik vind dat zo wezenlijk dat een burgemeester zich voortdurend in de stad laat zien en met mensen praat. Dat vind ik belangrijk. Juist tussen de mensen kan Ed van Tijn zich een goed beeld vormen van wat er speelt in de wijken en buurten. Van de vreugde van de vernieuwing tot een onverwachte en ongezouten ontboezeming van een gekrenkte buurtbewoner. Ik ben blij dat je er even bent, dat kan ik je even zeggen. De huurdersvereniging heeft al 10 brieven gestuurd over het vandalisme van de jeugd, van de Portugezen. De mooiste school van Amsterdam wordt verwinnereerd door ze. En we mogen niks zeggen, want wij zijn Amsterdammers. Wij zijn arbeiders die het hier gemaakt hebben. En wij zijn PvdA mensen. We mogen niks meer. We krijgen nu zo'n sociaal idee dat wij gediscrimineerd worden. Ja? We hebben goede sprekers in Amsterdam, hè? Daar zijn we trots op. We hebben goede sprekers in Amsterdam. Een fantastisch betoog wat u staat te houden. Maar heeft u antwoord? Ja. Dus het is geen betoog. Nog niet hoor. De projectgroep wordt niet zo gauw opgegeven. Want strijdbaar zijn we nog steeds. Hou we zo. Goed zo. Ja, oké. Okay. We lopen even verder, hè? Dag. En dan wordt na afloop in het wijkgebouw alles nog even op een rijtje gezet, met alle gevolgen van dien. Wat dat betreft zullen we ook met z'n allen, dan moeten wij niet alleen achter de buurtbewoners staan, maar de buurtbewoners ook achter het gemeentebestuur, als wij richting Den Haag een vuist maken om te voorkomen dat die woonlastenproblematiek ons allemaal boven het hoofd stijgt. En dit soort buurten die zo een geweldige verandering hebben doorgemaakt, op een andere manier toch weer onleefbaar dreigen te maken. Ze zijn hier geboren door burgemeesters die in dat huis zitten. Ja, en ze hebben recht op wonen. Zeker. Dat staat in de conventie van Rome. Waarom zou dat niet gelden voor een oude arbeider uit de Sparendammerbuurt? Of niet soms? Als stond het niet in de conventie van Rome, dan zouden we het neerschrijven in de conventie van Amsterdam. Zo is dat. Hartelijk dank. Naast zijn zware en tijdrovende ambt ziet Ed van Tijn toch kans om af en toe aan het stadhuis te ontsnappen. Meestal om wat te basketballen of de tafeltennissen. Maar pas gehuwd met zijn partijgenote Evelien Herfkens zoeken ze in de weekends liever samen de stilte van de vrije natuur. Ver weg van het stadsrumoer en de kolkende problemen. En uiteraard op een oerdegelijk Hollands vervoermiddel. Hé, hé.
Zeg, dit is dan een stuk Veluwe. Ja. Overigens een van de weinige momenten dat jullie denk ik ook samen wat kunnen ontspannen. Hè? Want gezien de allebei drukke bezette banen. Inderdaad. Of komt dat wat vaker voor? Nee, dat spitst zich toe op de weekends. En dan ontspan je je hoofdzakelijk in de natuur? Of, want dat is hier wel Als het even kan gaan fietsen. Ja. En soms hele lange fietstochten over de Veluwe, Achterhoek. Een schitterend land. Het is nou zo frank en vrij. Dat kan dus in Nederland zonder dat je lastig wordt gevallen. Ja, natuurlijk. Overal. Hoe vang je zoiets nou op? Nou, door vriendelijk voor me uit te kijken. Je bent er zo voorbij als je fietst. Maar je sluit je niet op? Nee. Het zou ook anders kunnen. Moet je aan denken. Dat je huis bewaakt is. Ja, dat je bodyguards bij moet hebben en zo. Dat is vreselijk. Ja, zullen we verder gaan fietsen? Toen Ed van Tijn benoemd werd tot burgemeester van Amsterdam, betekende dat voor Evelien Herfkens geen ommekeer in haar leven. Ze wil best de vrouw van een burgemeester zijn, maar zal haar werk als Tweede Kamerlid voor het gewest Gelderland van de Partij van de Arbeid voor de volle 100% blijven doen. Je bent Tweede Kamerlid voor de PvdA. Wat is daar nou precies jouw functie in? Mijn voornaamste werk is woordvoerder voor ontwikkelingssamenwerking, zaken die te maken hebben met de derde wereld. Daarnaast doe ik nog wat dingen in buitenlandse zaken, bijvoorbeeld Midden-Amerika-beleid. En ik ben voorzitter van de Kamercommissie voor Multinationale Ondernemingen. En je bent getrouwd met een burgemeester? Ja. Maar dat heeft er niets mee te maken? Dit heeft er helemaal niets mee te maken, nee. Daar komen we straks op terug. Je bent vrij idealistisch ingesteld, hè? Ten aanzien van het, met name ten aanzien van het ontwikkelingssamenwerkingsprobleem. Ja, ik denk dat een wereld van vrede en veiligheid niet voorstelbaar is, menselijkerwijs, als zo tegen de miljard mensen op deze aardbol in zulke barre levensomstandigheden zitten als nu het geval is. En ik vind het een van de voornaamste taken van mijn generatie om dat probleem op te lossen. Om te zorgen dat ook die mensen een menswaardig bestaan krijgen. Dus op zo'n manier ben ik daar idealistisch mee bezig. Maar ik denk dat je ook op een veel rationelere manier kunt uitleggen waarom het belangrijk is om voor de derde wereld te blijven opkomen. En dat is veel mensen in Nederland nu denken, we hebben het hier nu heel slecht. En kunnen we dan een paar jaar maar even die derde wereld vergeten? Hè? Want het gaat ons nu moeilijk. Nou, dat is denk ik heel kortzichtig. Want het probleem van de internationale crisis waar wij onder lijden is een wereldwijd probleem. En ik denk dat als we dat niet aanpakken op een internationale manier, waarbij je ook de derde wereld de kans geeft zich te ontwikkelen, wij daar zelf ook niet uitkomen. Dan heb ik begrepen dat je hebt gezegd, nou, ik wil absoluut niets te maken hebben met het werk van Ed als burgemeester. Is dat niet een beetje te extreem uitgezet? Nou, het is niet zozeer een kwestie van willen, maar een Kamerlid, een gekozen volksvertegenwoordiger, werkt zo'n 80, 90 uur per week. En als je dan een relatie opbouwt of hebt, dan heb je daar enige tijd over nodig. En dan blijft er gewoon helemaal geen tijd over om dan nog een klusje bij te nemen. Dus ik heb aan mijn werk al zoveel tijd kwijt dat ik daar niet nog iets extra's bij kan doen. Dus voor Amsterdam kan ik dan niet zo gek veel doen. Maar en ik ben Kamerlid voor het gewest Gelderland. Dus, En je zegt dat je niet geschikt bent voor recepties? Nou, ik ben er inderdaad niet erg geschikt voor dat soort dingen. Hoezo niet? Ik heb nooit zo gehouden van cocktailcircuit. Ik hou er niet van om drankjes te drinken met mensen die je dan één keer ziet. En waar ik toch niet weet waar ik over praten moet dan. Maar het is ook een stuk liever gewoon mijn werk. Ja, maar het kan ook een stuk van je werk zijn natuurlijk. Hè? Ja, nou, in mijn vak is dat niet een stuk van mijn werk, dus ik hoef het niet. Mm. Je woont in Wolfhezen, ja. Maar je hebt ook nog een ambtswoning in Amsterdam. We hebben aardige compromissen gevonden. De weekend zijn we meestal hier. En door de week, als ik niet in Den Haag hoef te zijn, dan probeer ik 's avonds laat naar Amsterdam te gaan. En 's morgens vroeg weer terug naar Den Haag. Zijn activiteiten als burgemeester zijn onbegrensd. Maar Ed van Tijn probeert aan elke verplichting genoegen te beleven. Zoals hier op de Dam. Hallo. Schaak je al lang? Dam je al lang, natuurlijk. Ja, al 4 jaar of zo. Al 4 jaar. En je bent kampioen, hè? Ja. Pupillenkampioen. Nou, geef jezelf niet veel kans. Ja, dan moet ik helemaal.
Een burgemeester moet tegen zijn verlies kunnen. Ook al is het tegen de jongste damkampioen van Amsterdam. En natuurlijk tot groot vermaak van de omstanders. Nou, daar gaat hij al. Oelala. Mooi, hè? Nou, je bent al lang volgehouden. Ja. Nou, kijk eens. Prima. Gefeliciteerd. De rassendiscriminatie in Amsterdam is ook een probleem. Zeker. Heb je daar enig idee over of dat nou sterker wordt? Het is zeker de afgelopen jaren sterker geworden. Dat blijkt uit veel dingen. Dat is natuurlijk een onacceptabele ontwikkeling. Iets wat me heel erg te harte gaat. Wat ik ook heel erg zou willen bestrijden vanuit deze functie. Maar om dat daadwerkelijk te doen? Nou, ik denk dat je daar veel tijd in moet steken om met mensen te praten. Er zijn veel mensen die zich racistisch uitlaten zonder zelf te beseffen wat ze doen. Ontkennen dat ze racistisch zijn, schrikken als je zegt, ja, maar dat is racistisch. Oh, maar dat bedoelen we helemaal niet. En wat is dat dan eigenlijk? En ik denk dat een burgemeester heel erg veel energie moet steken om met mensen te praten. Met name met die groepen die met elkaar moeten zien te leven in bepaalde buurten. En dat je de grondbeginselen van de rechtsstaat uiteen moet zetten. Dat het niet aangaat om een bevolkingsgroep om die als collectief aan te spreken op dingen die enkelingen uit die bevolkingsgroep doen. Een ander probleem, dat is het bekende probleem in Amsterdam, de drugs. Heb je daar al over nagedacht, hoe je daar nou iets aan zou kunnen doen? Het is het probleem wat de stad misschien wel het meest teistert vanwege de uitstralende werking. Hè? De criminaliteit die eruit voortvloeit. Ik denk dat het beleid boven de labmiddelen uitgetild moet worden. Amsterdam zal op korte termijn in de gelegenheid moeten worden gesteld om een experiment in gang te zetten met gratis heroïneverstrekking voor groepen van verslaafden onder medisch toezicht. De nadelen daarvan, namelijk dat misschien een magneetfunctie zou kunnen hebben, moeten door politiebeleid worden opgevangen. Bijvoorbeeld door keihard op te treden tegen de handel, uitbreiding van de narcotica-brigade. Bijvoorbeeld door het straatgebeuren buiten zo'n experiment. Om dat wat moeilijker te maken. En de criminaliteit die daaruit voortvloeit tegen te gaan. Zoals nu in gang gezet is op de Zeedijk. Door de extra bevoegdheden van de politie al daar. Ik denk dat dat nodig is om te voorkomen dat een experiment met gratis verstrekking dat het doel heeft om de criminaliteit ook op een andere manier te voorkomen. En de verslaafden ook echt te helpen. Misschien hen ook de weg te wijzen naar het afkicken. Om dat in te bedden en de nadelen te ondervangen. Maar een gemeentebestuur heeft al die instrumenten nodig. Ik vind dat dit nou ook weer typisch een voorbeeld waarbij Den Haag zou moeten zeggen, nou, Amsterdam, ga je gang maar. Zich niet met alle onderdelen van beleid zou moeten willen bemoeien. Ja.
Een van de meest kwetsbare plekken in Amsterdam is de Gliphoeve in de Bijlmermeer. Uitgenodigd door het politiebureau Bijlmer, bezoekt Ed van Tijn het doorleefde flatgebouw dat meer en meer zo'n magneetfunctie voor drukverslaafd aan het worden is. Juist in de Bijlmer is het contrast voelbaar tussen rust en schoonheid aan de ene en agressie en leed aan de andere kant. De Amsterdamse burgemeester ervaart hier het duidelijkst de bijna hopeloze zwaarte van zijn baan. Daar moet je gaan, daar. Die jongens daar moet je gaan helpen. Die jongens daar in die klote hok. Die hok dat ze ons hebben gestuurd. Ja, gebruikers, daar moet je gaan kijken. Niet hier. Ja? Hier moet je komen. Oh ja, daar niet boven. Wat zijn hier? Kozijnen hier, ja. Je kan ze nog gebruiken, maar we hebben gewoon woningen waar we absoluut niets meer te gebruiken. Hier moet je voor 80-90% vernieuwen. Nou, wat kost zo'n nieuwe woning? Dat kost 80-90.000 gulden. Dan moet je rekenen op 60.000 gulden. Je hebt 8.000 gulden voor het eten. Dus daarmee moeten we het doen. Er zijn inderdaad nog ergens. Ja. Zo, ik wilde eigenlijk even een uitspraak aanhalen van een van je voorgangers, burgemeester Van Hal. Die ooit gezegd heeft, nergens in de wereld is tot nu toe een mooiere en modernere stad van een dergelijke omvang tot uitvoering gekomen. Als jij anno 1983 iets over de Bijlmer zou moeten zeggen, zou je dan hetzelfde kunnen zeggen? Het is een beetje anders gelopen dan hij en zijn tijdgenoten. Ik was toen gemeenteraadslid voorzien hadden. Ik vind overigens niet dat de Bijlmer meer een complete mislukking is. We zouden het tegenwoordig niet meer zo grootschalig doen. Dat gebeurt ook niet. Maar er zijn hele delen van de Bijlmermeer waar het nog redelijk goed wonen is. En waar de voorzieningen op het gebied van de verkeersveiligheid. Dat is een volstrekt verkeersveilige stad bijvoorbeeld. Inderdaad aan de verwachtingen hebben voldaan. De metroverbinding. Prima openbaar vervoer. Ik heb er zelf ook gewoond hè, in de Bijlmermeer. Zou je er wel weer willen wonen, overigens? Nu? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vind het ontzettend fijn dat ik ook de Bijlmermeer aan de lijve heb meegemaakt. Ik heb daar een goede tijd gehad, maar ik woon liever in het hartje van Amsterdam, in het oude Amsterdam. Maar niet omdat ik hier zo'n slechte tijd heb gehad, maar omdat ik helemaal van het stadcentrum hou. Je mag met je camera. Zeg dan. Mag ik toch vragen, toch? Mogen jullie tot me praten? Ik mag toch vragen, wat is het opstelling eigenlijk? Wat is het eigenlijk? Oh, van de burger, wat is de burgemeester eigenlijk? Hij is de burgemeester of hij? Hij is de burgemeester. Goeiedag, burgemeester. Goeiedag. Mag ik wel even wat vragen, burgemeester? Ik wil graag vragen over wat gaat het eigenlijk? Dat er een heleboel agenten moet hier zijn, over een heleboel problemen. Wacht even. Wacht even. Wat is het eigenlijk? Ik wil even kijken. Maar kijk, luister, burgemeester. Hè? Ja. We zijn allemaal mensen, hè? We zijn allemaal hier gekomen om samen te leven. Hè? We willen het echt meedelen met u en met onze Surinamers hierbij. Ja. Maar we kunnen het niet waar gaan maken. Bij bepaalde figuren kunnen we het niet waar gaan maken om te zeggen, kijk, dit is zo en we willen het waar maken. We hebben het kans niet. Wij Surinamers tenminste, we zijn altijd onder druk gezet. Maar of het mogelijk is dat wij of bepaalde jongens bij u of bij bepaalde mensen kunnen komen om de waarheid te praten, wat er allemaal hier in de Gliphoeve of in de garage gebeurt, dan weet ik precies dat alles voor elkaar komt. Maar niet op zo'n manier. Want we zijn allemaal mensen. Ja. Dat wil ik zeggen. Bedankt, burgemeester. We hopen het aan best laten. Een van de grootste problemen zijn de drugs in de Bijlmer. Er is een gebouw dat heet de Gliphoeve. Maar hoe kun je nou zo'n probleem concreet aanpakken? Nou, door te lokaliseren, het is de Gliphoeve. Als je met een experiment begint, dan ook met name aan dat gebied te denken. En te zorgen dat het zich dan vooral richt op die groep. En geen zuigkracht gaat uitoefenen op de hele nieuwe groepen van verslaafden. Die magneetfunctie moet uitgebannen worden. Wat zou je de Amsterdammer willen zeggen? Help me. Laten we het samen doen.